بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Best brothers and sisters, welcome bij weer een andere aflevering van de Verlaten Sunnen. En de Verlaten Sunnen die ik samen met jullie weer wil doen gaan herleven met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala is de Sunnah die opgenomen is in Sahih Muslim, waarin verhaald wordt dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nog nooit eten afgekeurd heeft. En dat als hij iets lekker vond, dan at hij het. En als hij iets niet lekker vond, dan liet hij het staan. Laten we met z'n allen deze geweldige sunnah weer praktiseren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het voor ons allemaal makkelijk te maken. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala ons vaste te accepteren. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.